Het is agressief, het is intimiderend. Milo Krone is het helemaal zat. Wekenlang treiteren jongeren de vrijwilligers van zijn ijsbaan in Schagen. In de avonden dan gooien ze ijsballen, ze schelden, ze pakken de pet af van een van de vrijwilligers. Die gooien ze in de sloot en ze gooien ijsballen naar de vrijwilligers. Nou, dat zijn vervelende dingen. Milo moet noodgedwongen de ijsbaan 's avonds na zessen sluiten. En dat is voor veel mensen heel erg jammer. Kijk, het is natuurlijk een beetje treurig dat zo'n heel mooi initiatief op deze manier een beetje verpest wordt. Nou, ik vind het wel jammer dat we niet langer door konden schaatsen. Ja, het is altijd heel leuk in de avond en harde muziek en zo, maar ik vind het nu echt heel jammer. De jongeren brengen al langere tijd overlast, maar de sfeer werd pas echt grimmig toen een vader van een van de jongeren verhaal kwam halen. Ik was er zelf niet bij, maar het was een dreigement in de vorm van als nog één keer mijn zoon wordt aangesproken, dan zorg ik dat de motorclub No Surrender hier komt. En dat was voor mij en zeg maar voor het bestuur eigenlijk de druppel om te zeggen van we moeten een signaal afgeven. 'S Avonds gaan we dicht. We hopen zo snel mogelijk weer open te gaan 's avonds, maar wel even een signaal afgeven. Want we moeten wel kunnen instaan voor de veiligheid van de vrijwilligers en de bestuursleden. Er zal een gesprek komen met de gemeente en het bestuur van Schagen on Ice gaat aangifte doen bij de politie.